Hey allemaal, ik ga nu vertrekken naar mijn eerste keer workout met mijn personal coach. Ik heb heel veel stress. Ik zie er ook niet uit en mijn haar is een beetje vettig, omdat ik dat, like mij erna toch moet wassen. Dus heeft dat niet veel zin om mijn haar en zo voor te wassen, want dat gaat denk ik toch nog vettiger zijn. Maar ik heb wel veel stress, want ik heb nog nooit echt gesport. Ik weet dus ook niet hoe dat gaat gaan. Ik weet niet hoe mijn lichaam daarop gaat reageren. Maar ik ben wel super benieuwd, want ik heb er wel zin in. Ik wil eindelijk een beetje sportief worden. Dus this is the moment, it's about to begin! Woo! Oké, guys. Ik ben net klaar. En ik kan nu al niet meer, echt. Ik meen het. Ik heb overal pijn en ik ben daar bijna flauw gevallen. Ik heb een banaan moeten kruien. Maar dat ligt er gewoon aan omdat ik nog nooit echt heb gesport. Dat mijn lichaam dat gewoon echt niet gewoon is. Maar ik ben wel echt super tevreden, want als je pijn hebt en je niet goed voelt, weet je wel dat het zijn werk aan het doen is. Ik ga woensdag terug. Dus ik ben benieuwd wat het effect gaat zijn. Ik ga jullie sowieso meenemen in heel mijn parcours naar terug healthy zijn. Want dat ben ik nooit geweest. Maar in mijn parcours naar gewoon het healthy zijn. En ik ben echt kei benieuwd. Want ik wil al gewoon keilang zo sportief worden. Ook omdat gewoon mijn twee nichtjes zijn super sportief. En dan heb je mij. Dus ik wil dat ook gewoon doen. En ik wil dat ook gewoon voor mezelf doen. Omdat ik momenteel niet tevreden ben over mijn lichaam. En ik wil daar gewoon aan werken. Dus ja. Hey guys. Ik heb net gedoucht. Ik heb mijn haar even gewoon gedroogd. Maar ik laat het voor de rest vandaag gewoon natuurlijk drogen. Omdat dat ook wel iets goed is voor mijn haar. Ik heb er net een beetje olie in gespoten. Want ik ga naar mijn nichtjes. Want die waren 2 weken geleden jarig. En dan ga ik gewoon samen met mijn tante en mijn Peter gaan we sushi bestellen. En gaan we die samen opeten om het toch een beetje te kunnen vieren. Dus ik ga mij nu schminken. Ik ga het niet te veel doen. Heel ja, neutraal omdat niks belangrijk is. Ja, meer heb ik vandaag geen zin om aan te doen. Gewoon fris, naturel. Niks te extravagant is ook gewoon een familie-ding. Dus dat hoeft ook niet, vind ik dan. En nu ga ik eens kijken wat ik ga aandoen. En dan ga ik jullie dat ook tonen. Hey, ik had jullie ook gezegd dat ik mijn outfit ging laten zien. Ik heb een jeansjasje aan. Met een witte t-shirt, een groen rokje, een zwarte tas. En dan mijn hoge zwarte laarzen. En ik ga nu vertrekken naar mijn nichtjes. Tot straks. Die is net aangekomen. Dit zijn mijn nichtjes. Dit is mijn tante. En we gaan beginnen met eten. En het ziet er super lekker uit. Dus. Smakelijk! Goedemorgen allemaal. Ik heb mij een beetje overslapen. Maar ik ga naar Brussel, want ik heb een shoot. Dus kei leuk. Ik heb super veel outfits meegenomen. En ik denk dat het een hele leuke shoot gaat worden. Dus ik ben kei benieuwd en ik neem jullie mee. Ik ben dus in Brussel toegekomen. Ik heb mij op omgekleed. Ik heb een rode jas aangedaan en een wit topje. En hier is een fotograaf. Dus ja, we gaan een fotoshoot doen. En, we gaan een spiegel. Ik heb een paar props mee genomen, zoals bijvoorbeeld die spiegel. Ja, we gaan hier een paar dingen proberen. Ik heb ook een kader mee, maar die zie ah ja, die staat hier eigenlijk. Zo echt net spinter mee. Hier. Dus ja, we gaan er iets leuks van maken, hè? Ja. We gaan er iets leuk van maken, dus tot straks. Oké, okay, dus we hebben nu de fotoshoot gedaan met Rafaella. En ze is nu eigenlijk de foto's aan het bekijken. Mooi, mijn handen zijn voor, kijk. Ja, ik heb haar. Ik ben net thuis van de shoot en ik heb weer iets meegemaakt, as usual, alleen mijn mama. Ik kom thuis en mama zegt zo, ja, ik heb de printer geïnstalleerd en dit dat, maar ik heb mijn CVC-code van mijn visa-kaart moeten geven. Ik zo, waarom zou dat moeten? En ik zeg, mama, ik ga toch eens checken, because I don't trust it. Had mijn mama dus gewoon via een fraudeleuze site haar CVC-code gegeven. Dit, dat, had ze een abonnement op iets genomen omdat ze op het foute ding had geklikt. What means dat mijn mama haar kaart dus helemaal fraudeleuze dingen aan het doen was. Heb ik kaart op moeten bellen, mijn mama begreep niks. En long story short, het is al opgelost, maar het is echt zo typisch dat dat weer aan mijn mama voorkomt. Want ze heeft gewoon altijd een probleem voor en dan snapt ze niet dat ze, ja, dat er gewoon bij haar voeten wordt gespeeld, want ze had niet door dat ze iets fout had gedaan. Zij dacht gewoon dat ze voor haar printer aan het betalen was, maar ja, ze had dus aan die site betaald. Maar het is dus opgelost. Gelukkig, we zijn het geld niet kwijt. En de kaart is geblokkeerd, dus alles is in orde. Maar geef dus nooit je CVC-codes op zo'n random site en pas op met wat je doet. Echt. Goedemorgen guys, weer een nieuwe dag. Ik ben net wakker. Het is nu 1 uur. Maar ik heb een beetje in mijn bed blijven liggen, want ik heb eigenlijk niet zo goed geslapen. Want ik heb eigenlijk de hele nacht last gehad van migraine. Ik heb echt
nu op fan moeten nemen en zo, want ik kon gewoon niet slapen. Dus ik ben even in mijn bed blijven liggen. Ik heb dan nog een vrij drukke dag vandaag. Dus ik moet zien hoe ik het allemaal ga inplannen. Ik ga nu eerst ontbijten. Ik ga een rijstwafel eten met pesto en parmaham en een fruitsap. En ik ga ook mijn sugarbears innemen die ik voor mijn haar neem. Dat is eigenlijk om mijn haar een beetje te versterken. Dat is de eerste maand dat ik dat neem, dus ik weet niet, eigenlijk niet zoveel hoeveel effect dat gaat hebben. Maar ik hou jullie wel op de hoogte. En dan neem ik jullie mee in de rest van mijn dag. Dus tot straks. Ik ben naar mijn auto aan het stappen, want mijn mama was deze ochtend met de auto naar het station gereden. Omdat ze voor de eerste keer in een hele lange tijd terug naar het bureau mocht. Dus ik ben even naar het station aan het stappen. Dan ga ik de auto nemen. Dan ga ik naar de Mediamarkt van de Van den Borren. Ik weet het nog niet. Dan ga ik naar de Delijze boodschappen doen. En dan kom ik naar huis. En ga ik de video's bewerken en ook de mails antwoorden. Dus voilà. Dat is een beetje mijn dag vandaag. Niet zoveel speciaal of zo. Maar wel nog veel te doen en veel stress. Ik ben nog een beetje mails aan het beantwoorden. Ik ben nog een beetje aan de vlog aan het werken. Ik heb ook net zo die hair tutorial online gezet eigenlijk. En ik was daar echt wel voor aan het stressen. En ik heb echt een gigantische buis. What the fuck. Maar ik ga nu stoppen met werken, denk ik. Ik ga nu gewoon voor tv gaan zitten. Een beetje tv kijken, gewoon chillen. En want morgen moet ik weer gaan workouten. Dus ik ga echt dood zijn. Dus tot morgen. Goedemorgen. Zoals jullie zien is mijn verschrikkelijke meteoriet nog altijd op mijn kop aanwezig. Mijn beste vriend voor het moment. Maar dat komt wel goed, maar het irriteert me eigenlijk wel, want ik heb nooit puist en daar heb ik zo in. Dat is echt typisch. Ik ga mij nu klaarmaken, want ik moet binnen 10 minuutjes vertrekken naar mijn personal coach. Ik ga sporten vandaag, dus dat betekent dat ik daarna keo ga zijn. Ik ga me vandaag denk ik ook nog bezighouden met de rest van mijn kledij ook op Vinted te zetten. Daarna moet ik ook een pakje voor mijn mama ergens gaan halen. En dan ga ik eigenlijk nog wel zien wat ik doe. Dus peace out! Hey guys, ik heb dus net mijn pakje aangedaan van Sportmonkey. Die zit er super goed overal. En ja, ik zit gewoon er super goed in. En dat is ook gewoon fijn dat als je sport alles strak blijft zitten. Ik ga nu naar de personal coach vertrekken. Ik ga jullie ook mijn workout van vandaag laten zien. Dus tot zo! Regarde ici, juste là. C'est pas marrant. Hey guys, je suis en train de sporter, je suis KO. Mais voilà, komt goed. Ik heb net gedoucht. Ik heb mijn kerastase serum in mijn haar gedaan om mijn haar te verzorgen. Ik ga nu een gezichtsmasker doen. Want ik heb, zoals jullie kunnen zien, een gigantische meteoriet op mijn kop. En ik heb nooit puisten, dus ik ben echt kei gefrustreerd. En ik vind dit echt verschrikkelijk. Dus, maar ik ga een moddermasker doen van Ahava. Ik heb die gekregen van Charlie's Beauty. Dat is eigenlijk mijn schoonheidssalon waar ik altijd ging voor corona. Want nu is dat allemaal toe. Dus ik moest vandaag een pakje gaan halen voor mijn tante. En dat is in een winkel op 5 minuten van mijn huis. Maar naast die winkel is de garage van een jongen waar ik ooit iets mee heb gehad. Maar die jongen was dus ook met twee andere meisjes bezig op het moment dat ik daarmee bezig was. Dus ik heb die jongen van de ene op de andere dag geblokkeerd toen ik daar ben achtergekomen. Dat was echt... Dat zakte echt, want ik zag potentieel in die jongen. But he did me wrong. En ja, die zijn garage is ernaast. Want die heeft een garage naast die winkel.
Dus ik ga vol stress de kop en ik ben niet ging zien. En dan zat ik in mijn auto voor die winkel en ik durfde gewoon niet uitstappen omdat ik echt stress had om die te zien. Want ik heb die al echt, denk ik, een half jaar of langer niet meer gezien. Dus not feeling the vibe om die terug te zien. Maar ik ben gewoon naar binnen gerend en alweer gerend. Ik ben gewoon zo snel mogelijk teruggereden en ik heb hem niet gezien. En dat maakte mijn leven mooi, want ik wou die echt niet zien. Want ik heb hem wel haat voor hem. Want die jongen was echt zout. Allee, nee, snap je? Het hele punt was dat hij lief was. En dan was ik met een van mijn vriendinnen. Met hem aan de zee. Toen zijn we wel achter alles gekomen. En toen ben ik weggegaan. Dat was echt een avond om uit te vergeten. Maar dat heeft mij ook dus weer laten tonen dat je een boys niet moet vertrouwen. Dus, if a guy wants to date me. Oké, ik ga echt niemand, nooit iemand vinden als ik op deze manier ga me blijven gedragen, maar... I don't give a fuck. Well, dit is de result. Ik zie er echt fantastisch uit. Zie je zo goed. Ik heb vandaag ook niet meer zoveel gedaan, omdat toen ik ben thuisgekomen van mijn workout, ben ik eigenlijk... Ja, heb ik gewoon middag gegeten. Ik heb gewoon een wrap gemaakt. En dan ben ik eigenlijk in de zetel en voor me gaan kijken. En ben ik eigenlijk gewoon in slaap gevallen. Dus heb ik eigenlijk niks meer gedaan vandaag. En ik ga straks weg met vuil. Ik ga nu gewoon wat chillen met mijn mama. In de zetel denk ik even tv kijken. Dan gaan we eten. En dan ga ik live met vuil. Dus ik ben wel benieuwd om haar nog eens te zien en zo. Want ik heb wel vaak met haar. Maar ja, ik ben gewoon blij dat ik nog echt ga kunnen bijpraten met haar. Want zij is wel zo een van de meisjes die mij toch wel het meest is bijgebleven in Love Island. Zij is ook wel, ja, gewoon diegene die mij elke dag ook wel vraagt hoe het gaat. En die heeft gewoon oprecht op mij. En dat is gewoon wel leuk door zo'n avontuur, om er zo iemand aan over te houden dat oprecht op je geeft. En dat niet enkel tijdens het avontuur om je geeft. Goedemorgen guys, ik heb mij klaargemaakt, want ik ga met een van mijn beste vriendinnetjes oppikken. Die woont in Brussel op een appartement. We gaan wat content shooten voor Instagram, omdat ik de laatste tijd niet meer zoveel foto's heb genomen. Ik ga ook een beetje foto's van haar nemen. Ik denk dat we in Brussel en een beetje bij ons in de buurt gaan foto's nemen. Maar ik neem jullie zeker mee en ik ga jullie ook nu mijn outfitje van vandaag tonen. Ik heb ten eerste zo'n mooi wit kleedje aan van Outrance Fashion. Ik heb een, zo'n bordeaux jas aan van Pull&Bear, maar ik heb die echt al jaren. Dus ik denk dat je die niet meer in de winkel kunt vinden. En dan heb ik botjes aan van So Fashion Store. Ik vind die echt geweldig, zo van die witte botjes. Ik ben helemaal into the mood van die high knee boots. En ja, deze zijn top. En I love my outfit today, dus ik neem jullie mee. Wij zijn aangekomen in de docks. Ik ben hier met Rune, een van mijn beste vriendinnetjes. Ja, we gaan even in de docks, want het is buiten slecht weer. Dus we kunnen buiten geen foto's trekken. Dus we gaan even hier kijken of we hier mooie foto's kunnen trekken. En ik denk dat we ook even langs de winkels gaan passeren. Dus, yippie! Ik doe mijn masker braaf aan, because corona. Rune had een beetje honger, dus we zijn naar een croissantje gaan halen bij Paul. We zijn hier even in de auto aan het opeten, met dat je nergens mocht verplaatsen eten. Hierna gaan we nog een beetje hier foto's nemen, een andere outfit aandoen en dan gaan we nog zien wat we gaan doen. Dus ja. She got a big booty, got a big booty, she got a big booty. Allee. Ja nee, ik ben gewoon op plaats aan het zoeken op foto's. Nee, dit is echt te awkward. When you have a friend that takes good pictures. Wacht. In uw leven. Ik ben thuis, ik ben denk ik een uurtje geleden ongeveer thuis gekomen. Ik heb mijn pyjama aangedaan, ik heb gewoon een dikke roze trui aangedaan. Ik heb ook net gegeten. Ik heb Rune thuis afgezet, of course. En nu ga ik eigenlijk gewoon chillen, want ik heb een hele drukke dag morgen. Dus ik ga ook niet te laat gaan slapen. Ik ga ook niks meer nuttig of zo doen vandaag. En... Goedemorgen guys. Ik ga nu vertrekken naar een shoot. Ik heb een shoot met een huwelijksmerk eigenlijk. Ja, een trouwkledingmerk waar ik al eens mee samen heb gewerkt voor Love Island. Dus ze hadden gevraagd dat ik nog eens wou langskomen en ik vond dat ook super leuk. Dus ik ga er nu naartoe. Ik ga jullie ook even mijn outfit laten zien. Dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb een roze body aan met een zo'n rokje dat nu iedereen aan heeft, ook van de Bershka. Dan een zwarte leren jas van de Zara en mijn high knee boots. Dus ik neem jullie mee vandaag. Dus tot straks. Kijk, al deze mooie jurkjes. Want ik heb vandaag shoot bij Louise. Mariage in Brussel
En dat wordt super leuk. Dus ik ga jullie ook gewoon meenemen in het hele proces. Ik ga nog geschminkt worden. Mijn haar gaat nog gedaan worden, want nu zie ik er niet uit. Daarna ga ik foto's nemen met alle jurkjes. Dus ik ben benieuwd. We zijn alles aan het klaarzetten om mij te schminken en mijn haar te doen. Dus ik ga even wachten. En dan ga ik jullie ook het resultaat laten zien als ik er weer een beetje deftig uitzie. Want ik zie dat deze puist is mij echt aan het irriteren. Dus als jullie tips hebben tegen puisten, stuur ze mij alsjeblieft door. Want dit kan echt niet langer. Maar bon. See you soon. Women, I'm all pretty. Ik ben net klaar met mijn haar en make-up. Het is echt super mooi gedaan. Ik ga jullie ook nog de achterkant laten zien. Dit is het kleedje dat ik aan heb. Ik ga ook nog even alles in de spiegel laten zien. En ik ga nu foto's nemen. En ik vind het echt super leuk, want ik wil ook keigraag trouwen later. Dus dit is echt het kleedje dat ik aan heb. Dit zijn de details. Hier is ook zo'n open split. Echt. Kei mooi. Oeh. Ik ben nu bezig om het tweede haar te doen, dus nu gaan we voor iets opgestoken en ik krijg ook een nieuw kleedje. Dus keep you posted. Het tweede kleedje dat ik aan heb, dat is nu zo'n spannend met zo'n rug. Echt super mooi ook. Dat zijn zo de details, allemaal pareltjes. Ja, het is zo cute. Dit is ook een soort haar dat ik zo wil dat ik ga trouwen, zo opgestoken. I like it. Oeh. Ik ben nu mijn make-up, mijn haar. Dit kan meer. Als ik dit zie, heb ik echt zin om te trouwen. Ja. Somebody needs to see me like this one day. Nu heb ik een ding aan, ik weet de naam niet meer. Maar bon, maakt niet uit. Ik voel me echt nu een bruid. Echt cool. Hey guys, de shoot is net gedaan, maar ik moet mij haasten, want ik moet nu meteen naar mijn coach. Dus ik ga met deze kop en deze make-up naar de coach, dus die gaat me even zot verklaren. Maar ik ga even moeten worden, dus ik moet jullie laten. Ciao, ciao! Hey allemaal, ik ga iets super leuk doen vandaag. En een van mijn goede vriendinnen Ines komt mij ophalen, want ik kan er niet alleen naartoe. Dus ik ben kei benieuwd en ik ga het jullie ook allemaal tonen, want ik denk dat jullie het ook allemaal heel leuk gaan vinden. Dus tot dan! Dit is mijn outfit van vandaag. Dit pakje is van Zara. Mijn botjes zijn van So Fashion Store. Dus voilà. We zijn aangekomen bij de grote verrassing. Yeah! En ik ben dus vanaf vandaag officieel lid van Star Sky. En dat betekent dat ik een auto krijg. Ik ga hem tonen. En dat is nog... Ines is even excited. Krijg deze. Ines, misschien mag ik eerst in mijn auto. Guess who got a fucking new car? The life of the friend. Hey allemaal, ik ben net even thuis gepasseerd, want ik heb me even omgekleed, want ik moet nu nog even ergens naartoe. Maar ik kom gewoon even... Ja, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Als je mij een jaar of een half jaar geleden had gezegd dat ik al deze mooie kansen ging krijgen in mijn leven, had ik gewoon iedereen zot verklaard. En ik ben gewoon zo dankbaar voor alles wat ik nu meemaak. En ja, ik weet niet. Ik weet gewoon ook niet hoe dat ik jullie genoeg moet bedanken, want het is ook nog altijd dankzij... al mijn volgers en al mijn fans, hoe raar dat ook is om dat te zeggen, want ik vind dat totaal niet, want ik voel mij ook gewoon nog altijd raf van hiervoor. En het is gewoon ongelooflijk, alle kansen die ik nu krijg, en ik zou het voor geen geld van de wereld willen missen. En ik ben gewoon zo trots op wat ik alles nu heb bereikt. En gewoon, ik ben zo trots op mezelf dat ik zo ver ben gekomen en dat ik mijn dromen gewoon naga. En ja, dat moest gewoon even van mijn hart. En het is weer zo emotioneel, because emotioneel raf is back, maar ik wil dit ook gezegd hebben, want het moet soms ook gezegd worden. En by the way, ik ben echt blij met mijn auto.
Kijk gewoon, check dit even. Die auto is echt sick. Ik ben echt verliefd. Die rijdt ook gewoon. Hij rijdt gewoon ook super gemakkelijk. En ik had wel schrik omdat ik met mijn Mini heb ik eigenlijk altijd manueel gereden en deze is automatisch. Maar dat is echt een wereld van verschil. En ik denk echt dat ik na dit jaar nooit meer met een manuele auto ga willen rijden. Dus ja, ik ga jullie nu laten. En ja, tot de volgende.